Hallo, mijn naam is Jeroen de Vleeschouwer, bestuurder bij Huur GoStendes. We hebben zo net de staalbouwprijs mogen ontvangen in de categorie internationale projecten. Met de Bayer Arena Leverkusen, dat is het nieuwe voetbalstadion voor Leverkusen 04. We hebben daar samen eigenlijk met een Duitse aannemer aan gewerkt. Het project op zich, het stadion zelf, heeft nu een capaciteit van ongeveer 35.000 toeschouwers. Wat de staalconstructie betreft, dus het hoogste punt van de staalconstructie is ongeveer een 40-45 meter. Het principe is eigenlijk gebaseerd op een omgekeerd fietswiel. Dus eigenlijk is de naaf van het fietswiel dus in feite een spannen ring in staalkabels. En de velg is eigenlijk een vakwerk dat rechtop staat met een hoogte van 14 meter. De totale tonnage bedraagt van het staal een kleine 3000 ton. En er is ongeveer een 2 à 3 kilometer staalkabel in gebruik. Wij stonden daarin in feite samen met een Duits bureau, SBP, stonden wij in voor de uitvoeringsstudie van het volledige dak. Samen met eigenlijk de montagestudie van het dak. Door ons werden dan montageberekeningen gemaakt en de uitvoeringstekeningen gemaakt. En samen met SBP de hoofd- en de detailberekeningen.